De Schouwburg heeft maandagavond het programma voor het komend seizoen bekendgemaakt. Dat doen ze, zoals ieder jaar, in stijl met een avond vol verrassingen. 500 gasten zijn gekomen. We hebben een aantal artiesten previews kunnen laten zien van artiesten op schermen. En daarnaast hebben we wat nieuwe culturele activiteiten die lokaal ontwikkeld zijn, wat aandacht kunnen geven. Plus er waren een aantal artiesten die acte de présence gaven. Dus zelf hier waren om een stukje te doen uit hun voorstel. Ja, het is niet echt Hassen. Ik merk dus dat ik jarenlang mijn eigen achternaam gewoon verkeerd uitspreek. Want ik zeg namelijk ook gewoon Hassen. Ik zeg Hassen. Waarom zeg ik Hassen? Want ja, Hassen klinkt Nederlands. Daarom zeg ik Hassen. Klinkt Nederlands nog eens uitspreek. Hassen klinkt Nederlands. Hassen. Het klinkt Brabants. Als je heel goed luistert, klinkt het zelfs een beetje Brabants. Maar om heel goed luisteren, klinkt een beetje Brabants. En we gaan er naartoe. Ik ga naar Voorhout. Voorhout? Welke Voorhout? Ken ik een Voorhout niet? Nee, Voorhout Hassen. Het klinkt heel Brabants. Als je zo uitspreekt, en ik merk dat ik dat dus automatisch doe, hè. Ik vernederlands gewoon mijn eigen achternaam om zo minder dreigend over te komen. Bekende namen als Joep van het Hek en Frans Bauer staan op het programma. Maar ook de lokale artiesten kunnen verrassen met hun talenten. Paul Fransen geeft aan hoe belangrijk hij het vindt dat de inwoners van Venray gebruik kunnen maken van hun schouwburg. Kijk, die schouwburg die is van de mensen van Venray. En wij zijn ontzettend trots erop dat we die mogen beheren. Maar we doen er ook alles aan, zeg maar, om ervoor te zorgen dat die mensen die schouwburg ook gaan gebruiken. En dat ze ook gebruik maken van de schouwburg. En dat het niet alleen de professionele voorstellingen zijn, 100 op jaarbasis. Want wij hebben nog 265 dagen per jaar dan over. Waar wij ook gebruik kunnen maken van dit gebouw. Alle lokale producties, verenigingen, muziekverenigingen krijgen opnieuw een podium in dit theater. Boom Like That is leuk om te benoemen. Dire Straits Tribute, die hun jubileum vieren dit jaar. De tafel waarin je was op stap, het veel gezien. Veel meegemaakt, dat is dat mooie leren die te praten komt. Wat heel erg leuk is, vind ik, is de broer van Mick Jagger, hebben we in huis, Chris Jagger. Die komt op 5 theaters in Nederland en eentje daarvan is Venray. En de contacten zijn heel erg leuk met zo'n heel ongedwongen met dat soort artiesten. Die in eerste instantie moesten hun eigen backline regelen, dus eigen muzikanten, want ze kwamen met vliegtuig, namen ze instrumenten niet mee. Later wel eens over, nou we komen toch met de boot, dus het hoeft niet meer, we nemen onze eigen spullen mee. Dus dat is wel een ontzettende een leuke voorstelling om te zien. Het is niet alleen mogelijk om de voorstelling als gast te bezoeken, maar er worden ook rondleidingen gegeven en er is zelfs een speciale mogelijkheid om de andere kant van het toneel te ervaren. We zijn nu bezig met het opzetten van een theaterwerkplaats, waarbij het begint met een cursus gewoon theater maken van decor, tot spelen, muziek, licht en geluid en techniek. Alles krijgen ze daar dan bij in een pakket van 15 lessen. Die worden verzorgd door Henk Deters en Rob Verlieshout. En dit theaterwerkplaats, die is niet zomaar een theaterschooltje of toneelschooltje. Die willen we dus uit gaan breiden. Ook voor zakelijke contacten, voor een dag, teambuildingsdag bijvoorbeeld voor bedrijven. Waar je samen begint aan een voorstelling. Op het einde van de dag mag je die spelen voor de rest van het bedrijf of voor je collega's. Dus veel meer mensen zelf nog cultuur laten maken en beleven in dit gebouw. En het volledige programma van de Schouwburg is online te vinden op hun website. Vanaf dinsdag 22 mei is de kaartverkoop voor iedereen toegankelijk. En meer informatie of opgeven voor de theaterwerkplaats, dat kan bij de Schouwburg aan de kassa. Yeah.